Onder massale belangstelling worden de definitieve plannen van Turnova in de kijker gezet. Behalve de eerder voorgestelde academies krijgen de bezoekers nu ook het geplande winkelcomplex, de openbare ruimtes en de 250 appartementen te zien. Vooral voor die appartementen is de interesse meteen groot. De interesse is heel groot, dat is opvallend. We hadden wel wat interesse verwacht. Het is een mooi en groot project in het centrum van de stad. Maar het is buiten onze verwachting toch om. We hebben 1000 brochures voorzien en na 1 uur en 15 zijn we er al 800 kwijt. Dus we hopen dat de mensen dan ook zullen kopen. Op de eerste plaats nieuwsgierigheid, maar interesse is er alleszins. Want we hebben een leeftijd dat we vanuit een woning misschien wel naar een appartement zouden gaan. Hè? Appartementen zelf zijn hier nog niet verkocht, maar er is vooral veel beeldmateriaal beschikbaar. Een gedetailleerde maquette geeft een bovenaanzicht van de gebouwen. En in een speciale fotostand kunnen mensen zichzelf zien op een bankje in het toekomstige Turnova. Dat is zeker heel mooi geworden. Ik heb net de maquette nog bekeken. Die ziet er ook heel goed uit. Dus ik ben echt wel benieuwd naar het eindresultaat. Ik denk dat dat voor Turnhout een heel mooi project is. Maar het is heel groot, hè? Wanneer zou het af zijn? Over de timing blijft de projectontwikkelaar voorzichtig, maar de eerste fase zou in 2018 gerealiseerd moeten zijn. In die eerste fase horen ook de academies van de stad en een winkelcomplex met zo'n 40 winkels. Bijna de helft van die winkelruimte zou intussen ingevuld zijn. Opzet is om in de periode van april effectief te beginnen aan de bouw. Het zal ook wel een hele bouwperiode duren, met als streefdatum om half 2017... die academisch gerealiseerd hebben. Normaal gesproken eind 2017 zouden we klaar zijn. Of dat al het moment is dat we alle winkels open gaan. Het zou kunnen zijn dat het begin 2018 wordt. Omdat eigenlijk een goede periode om winkels te openen is altijd in maart of in september. Dus september zullen we niet halen. Dus het zal eerder voorjaar 2018 worden dat we met alle winkels open gaan. Na jarenlang plannen lijkt Turnova nu eindelijk van de grond te komen.